om het voor ons te regelen. En dan uiteindelijk blijkt het nou gewoon erg slecht geregeld te zijn. Wat denkt u van die mensen die dat regelen voor u? Ze zijn schurken. Ze zijn gewoon boeven. Die misbruik maken van een goede naam. Want die hadden ze. Daar zijn wij op afgegaan. Ja, de makelaar voor de betere huizen. Klinkt dan. Ja, wij hadden nooit gehoord van de Noord-Hollandse hypotheekbank die de familie Sanchez zo in de tang heeft. Of die instelling wel bekend is bij de vereniging Eigen Huis, dat vroegen we aan plaatsvervangend directeur meneer Bindels. Wij kenden deze bank ook niet. En daarom zijn wij bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Den Haag nagegaan met wie we eigenlijk te maken hadden. En wat blijkt, ik heb hier voor mij twee uittreksels uit het handelsregister. Het ene zegt, er is sprake van Klingendaal Makelaardij BV, gevestigd in Den Haag. En ik noem de naam van de directeur, Philippus Verhagen Metman te Wassenaar. Die heeft dus het huis verkocht aan de familie Sanchez? Die heeft het huis aan de familie Sanchez verkocht en daar geld aan verdiend. Het tweede uittreksel uit hetzelfde handelsregister noemt de Noord-Hollandse Hypotheekbank NV. Die kwam ik toen voor het eerst tegen. Directeur, dezelfde Philippus Verhagen Metman te Wassenaar. Die heeft dus de financiering verstrekt. Ja, maar bank, dat moet toch bonafide zijn? En bank staat toch onder controle van de Nederlandse bank? Dat hoort zo te zijn. En wij zijn nagegaan omdat hier het woord hypotheekbank wordt gevoerd. Of hij lid is van de vereniging van hypotheekbanken, dat is niet het geval. En bij navraag bij deze vereniging bleek dat het nog maar helemaal de vraag is of deze Noord-Hollandse hypotheekbank de naam bank wel voeren mag. Maar daartegen had de notaris toch moeten waarschuwen? De notaris had daar zeker op moeten attenderen. Zoals hij naar mijn mening ook had moeten wijzen op het feit dat we hier te maken hebben met het risico van een 5-jarige lening. Die in dit geval dus betekent dat meneer na 5 jaar helemaal geen lening meer krijgt. Ja, hoe hadden ze deze ellende kunnen voorkomen, de familie Sanchez? Ja, de familie Sanchez had in dit geval er verstandig aan gedaan, zoals altijd wanneer je te maken hebt met een onbekende bank, het hypotheekcontract volledig juridisch te laten doorlichten bij de vereniging Eigen Huis. Dat heeft men niet gedaan. Nu zit men met de gebakken peren. Wat kan men nu nog doen? Het enige dat nu nog mogelijk is, is dat de Noord-Hollandse Hypotheekbank, laat ik hem zomaar blijven noemen, een goede oplossing zoekt voor meneer Sanchez. Die zou er dan moeten komen binnen 14 dagen. Dat hebben we ook met die Noord-Hollandse Hypotheekbank afgesproken. Komt die oplossing er niet, dan weten we hoe we over deze bank verder moeten denken. Daar kun je dan beter geen zaken meer mee doen. En dan zal de vereniging Eigen Huis voor meneer Sanchez trachten een bevredigende oplossing te vinden. U acht die nog wel mogelijk? Die achten wij mogelijk. Vooral ook gelet op het uiterst correcte betalingsgedrag in het verleden van meneer Sanchez zelf. De les van dit verhaal: wees heel voorzichtig met onbekende financiers en ook met kortlopende hypotheken. En bent u toe aan het afsluiten van een hypotheek, leest u dan eerst nog eens even het speciale hypothekennummer van de Woonconsument, het blad van de vereniging Eigen Huis. Het is te bestellen door overmaken van 4,20 op postgiro 31551100. De namen van de vereniging Eigen Huis in Amersfoort, onder vermelding Woonconsument maart 82. Koning, klant. Zo langzamerhand worden de caravans weer uit de winterstalling gehaald. Een beetje schoonspuiten en hup, de weg ermee op. Maar zijn al die rijende huisjes nog wel veilig? Nou, dat is even de vraag. En zo dacht ook de ANWB erover. Meneer Veldhuizen, waarom een caravankeur? Wij zijn regelmatig benaderd, zowel van buiten als van binnen de ANWB, om een caravankeuring te gaan doen. Maar omdat we geen mogelijkheid hadden om de remmen adequaat te kunnen controleren, zoals ze werken achter de auto, dus die situatie te simuleren, hebben we altijd nee gezegd. We hebben nu een remsimulator ontwikkeld waarbij we die situatie wel kunnen nabootsen. Die bootst het na, hè? Die bootst dat helemaal na, zoals het zich voordoet tijdens de remmen achter de auto. En nu hebben we dus ja gezegd tegen deze keuring. Naast de remmen, waarbij dus de remkracht aan de wielen wordt gemeten en zichtbaar wordt gemaakt, kunnen we ook de oploopdruk zichtbaar maken. Wat is dat, oploopdruk? Dat is de kracht waarmee de caravan tegen de auto duwt tijdens het remmen. Ja. En ook de slaglengte van het schuifstuk. Daarnaast controleren we dus ook het hele onderstel van de caravan chassis en wielophanging en de bevestiging van de koppeling enzovoort.
Daarnaast, dat zijn dus verkeersveiligheidsaspecten, ja. Waar ook de banden toe behoren natuurlijk. Die dingen verslijt je niet, maar die verdrogen al eigenlijk. Ja, rijden doen ze weinig, die caravans, maar ze staan mij stil in de zon en dan gaan ze verdrogen. Hoe lang duurt dat voordat die banden verdrogen? Nou, 2-3 jaar, dan zie je toch vaak wel scheuren erin komen, ja. Er zijn nog 2 aspecten die geen betrekking hebben op de verkeersveiligheid, maar de persoonlijke veiligheid. Dat is de gasinstallatie. We persen die af of die niet lekt. En we kijken of de randaarde van de 220 volts elektrische installatie ook verbonden is met de opbouw, met de buitenbeplating, met het chassis en met het metalen aanrechtblad van het keukenblok. Was uw indruk dat het nodig was, zo'n keuring? Ja, wat we tot nu toe hebben ervaren aan de caravans die we hebben binnengekregen, mankeerde dus aan het werken van de rembetonnen of wat, ja. Ja. Wat gaat het kosten? De kosten zijn 115 gulden voor leden, voor een caravan, en 60 gulden voor vouw, kampeerwagens en bagageaanhangers. En waar kan het? Op 11 van onze keuringsstations. Dus eerst even een afspraak maken? Eerst even een afspraak maken, ja. Gaat het lang duren? Moet je lang wachten? 1-2 weken, dan is het wel. Dus voor de vakantie kunnen de caravans er doorheen? Ja, zeker wel. Ja. Koning, klant. Het is verschrikkelijk duur om in termijnen te betalen bij postorderbedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond dat dit weekend is gepubliceerd in de Consumentengeldgids. De rente is niet alleen hoog, maar blijkt ook heel moeilijk te berekenen. Zo is van de grote postorderbedrijven Keurkoop de enige die niet alleen de prijs bij contante betaling vermeldt, maar ook het totaalbedrag dat je kwijt bent als je op afbetaling koopt. Maar ook dat maakt Keurkoop je niet gemakkelijk. Als voorbeeld dit bankstel. In heel kleine cijfertjes staat er dat het contant 2298 gulden kost. In veel grotere cijfers staat er het maandelijkse afbetalingsbedrag van 170 gulden 45. Maar toen we in de catalogus wilden zien wat je nou kwijt bent als je het op afbetaling koopt, toen kwamen we erachter dat je daarvoor achtereenvolgens de volgende handelingen moet verrichten. Je zoekt op het codenummer van het bankstel. Dat blijkt te zijn MA79-6. Je draait de catalogus een kwartslag om en zoekt op dezelfde bladzijde in de kantlijn heel kleine cijfertjes die daar nog het meest op het codenummer lijken. Je vindt dan MA79-2.557.40. Daarvan laat je de 2 letters weg. En van wat je dan overhoudt, laat je de eerste 2 cijfers weg. Dan hou je dus over 2.557.40. Daar denk je dan een guldenteken voor. En van dit tweede punt maak je in gedachten een komma. Je kunt er ook natuurlijk op een andere manier achterkomen, maar dan moet je gewoon zelf even uitrekenen. 12 keer 170 gulden 45. En je telt daarbij op 512 gulden. De contantprijs is 2298 gulden. Bij afbetaling over 12 maanden betaal je dus 2557 gulden en 40 cent. Vraag aan Ago Salverda van de Consumentenbond hoeveel rente je nou betaalt, omgerekend op jaarbasis, als je op afbetaling koopt. Als je gaat uitrekenen welk percentage rente je betaalt over het geld dat je als krediet hebt uitstaan, over het geld dat je dus in feite geleend hebt. En dat is ontzettend ingewikkeld hoor, om dat te doen. Daar heb je een computerprogramma voor nodig. Blijkt dat je 29% rente betaalt. En dat is een procent of 10 meer dan je betaald zou hebben als je een persoonlijke lening zou hebben afgesloten bij een goedkope bank. Een tweede voorbeeld. Neckerman biedt aan een marinecentrifuge voor 199 gulden. Als je die nou in 8 maandelijkse termijnen betaalt, zou de rente daarop dan ook zo hoog zijn? Die is nog veel hoger. Daar schrik je echt van als je het hoort. Daarvoor, dat geld wat je geleend hebt voor dat krediet, betaal je een rente van 53%. En dat is werkelijk een ongelooflijk bedrag. Dat spreekt dus eigenlijk vanzelf dat je een dergelijk bedrag beter niet op termijnen kunt gaan afbetalen. Als de rente bij de postorderbedrijven zo hoog is, dan kun je daar dus beter niet op afbetaling kopen. Maar wat moet je dan wel doen als je iets wilt hebben? Nou, we hebben het volgende advies. Als het gaat om een groot bedrag, je hebt een bepaald product nodig en het kost vrij veel geld, en daar bedoelen we dan mee voor gewoon als handreiking een bedrag boven de 1000 gulden, dan vinden we dat je bij een bank moet gaan kijken wat een persoonlijke lening kost voor dat bedrag. Onze ervaring is dat je tot de helft goedkoper uit kunt zijn dan met een postorderkrediet.
Is het bedrag kleiner dan die 1000 gulden, dan loopt het percentage wat je aan rente betaalt schrikbarend hoog op. En we adviseren daarom om voor dat bedrag te gaan sparen. En de conclusie moet dus inderdaad zijn, koop nooit op afbetaling bij een postorderbedrijf. Probeer eerst te gaan sparen en als u al geld moet lenen, doe dat dan dus bij een bank. Banken zijn daarvoor. Koning, klant. Hier werkten vorig jaar nog 1200 mensen. Die staan nu helaas op straat. En er is een veelheid van redenen voor. In de eerste plaats natuurlijk de slechtere economische toestand die vooral de autowereld en ook de vrachtautowereld treft. En in de tweede plaats omdat Ford hier een nieuwe vrachtauto bouwde die totaal niet is aangeslagen. 1,5 jaar geleden heeft Ford ook een nieuwe personenauto op de markt gebracht, de Escort, en die doet het wel goed. Maar om zo ervoor te zorgen dat die auto het goed blijft doen, moet je steeds met nieuwe varianten komen, je aanpassen aan de tijd. En dat is nu gebeurd. Er is nu een 5-versnellingsbak bijgekomen en Ford heeft een Bravo-uitvoering uitgebracht van die Escort. En hoe die het doet, gaan we nu in de test bekijken. De term Bravo gebruikt Ford voor speciale uitvoeringen die vooral als antwoord gelden op de doorgaans erg complete Japanse auto's. Bij de Ford Bravo is er nu ook, net als bij sommige andere automerken, een Econolite geïnstalleerd. Een tweetal lichtjes dat de bestuurder vertelt of hij zuinig, minder zuinig of heel onzuinig rijdt. De topsnelheid wordt in de 4e versnelling bereikt. Onze, nog erg nieuwe testwagen, kwam aan 148 km per uur. En dat is nogal wat lager dan de 157 km per uur die de fabriek opgeeft. Het brandstofgebruik is gewoon voor een auto van dit kaliber. Gemiddeld ligt het rond de 1 op 10. Superbenzine. De remmentest. De Escort beschikt over uitstekende remmen die de wagen vanaf 100 km per uur in slechts 48 meter tot stilstand brengen. Het optrekken. Ver doortrekken in de toeren en snel schakelen levert een pittige acceleratie op. Van stilstand tot 100 km per uur vergt 13,3 seconden. Een goede tijd. De slalom leert dat snel bochtenwerk wat meer inspanning vereist dan je van de Escort verwachtte. De carrosserie helpt maar weinig over en de wielen behouden het contact met de weg uitstekend. De koersvastheid en de rij-eigenschappen zijn goed. De vering van de Ford Escort is aan de korte kant. Dat betekent dat vooral kleine hobbels in het wegdek goed zijn te voelen. En dat doet natuurlijk wat afbreuk aan het overigens zeer acceptabele comfort. De Escort Bravo is een vlot handelbare auto die gemakkelijk is te parkeren. Ook bij lage snelheden is de besturing lekker licht. Het dashboard van de Escort is eenvoudig en goed overzichtelijk. Eén vervelend dingetje, de snelheidsmeter geeft bij hogere snelheden veel te hoog aan. De instap naar achteren is heel behoorlijk. De ruimte achterin is voldoende, ook wanneer de voorstoelen helemaal naar achteren staan. Zelfs wanneer de achterbank niet wordt weggeklapt, beschikt de Escort over een flinke kofferruimte die bovendien gemakkelijk is te bereiken via een grote achterklep. Van de standaard set koffers die het testteam van de ANWB gebruikt om de inhoud te meten, kunnen 3 kleine en 1 middelgrote koffer niet mee. Het
belangrijkste gegeven van de Ford Escort heeft u nog niet gehoord. En dat is de prijs. En deze auto, de Bravo, 3 deurs met 5 bak, kost 18.000 gulden. Een verschrikkelijke hoop geld. Maar het is nu eenmaal niet anders meer. Goedkope auto's bestaan zo goed als niet meer. En het beste bewijs daarvoor is dat deze Escort in de meest verkochte categorie in Nederland valt. En dan introduceren we meteen een nieuwtje bij de test. Voortaan gaan we de belangrijkste concurrenten van de testauto laten zien. En die staan hier omheen. De belangrijkste concurrent van de Escort is deze Opel Kadett. De Kadett is sinds 1969 de meest verkochte auto in Nederland. Hij nam toen het vaandel over van de eertijds beroemde Volkswagen Kever. En ook nadat die Kadett overschakelde van achterwielaandrijving op voorwielaandrijving en dus een totaal andere auto werd, bleef die nummer 1. Er worden meer dan 30.000 stuks per jaar van verkocht in ons land. Een tweede heel belangrijke concurrent. De Volkswagen Golf. In 1974 op de markt gekomen en eigenlijk steeds het voorbeeld geweest voor auto's uit deze klasse. Zijn er inmiddels 5 miljoen van gemaakt en verkocht in de hele wereld. Het antwoord van Fiat, de Ritmo. Verkrijgbaar in een groot aantal uitvoeringen. Verschillende aantallen portieren, verschillende motoren. Net als de Golf en Kadett ook in een dieseluitvoering. En uit Japan. Het lijkt wel als een broertje van de Escort. Dat is deze Mazda 323. Er zijn meer concurrenten. En er komen ook steeds meer concurrenten. En 4 daarvan, van 1 merk, hebben we bij elkaar getrommeld. En die komen er nu aan. En dit zijn dan de 4 verschillende uitvoeringen van de Nissan Sunny die over een week of 6 op de Nederlandse markt komt en die als nieuwe concurrent van de Ford Escort geldt. En dan zult u zeggen, Nissan Sunny, wat is dat voor merk? Wel nu, u kent dat beter onder de naam Datsun. Maar Datsun gaat zijn naam de komende jaren wijzigen in Nissan. 4 verschillende uitvoeringen, zei ik. Dat is een 2-deurs sedan als goedkoopste. Dan komt er verder een 3-deurs uitvoering die het midden houdt tussen een coupé en een sedan. Een 4-deurs en een 5-deurs die eigenlijk geen stationcar is en ook net niet helemaal een 5-deurs sedan. Terug naar die Ford Escort, want dat is uiteindelijk de testauto van vanavond. We hebben er het nodige van gezien. Wat we nog niet gehoord hebben is wat nu precies de zin is van die 5e versnelling. Wel, die 5e versnelling die verlaagt het motortoerental bij gelijkblijvende snelheid. En dat heeft 2 voordelen. In de eerste plaats, het geluidsniveau in de auto wordt er lager door en het benzineverbruik vermindert. Maar beide voordelen spelen eigenlijk alleen maar in een snelheidsgebied van rond de 100, 120 km per uur. Wie dus veel in de stad rijdt, heeft niets aan die 5e versnelling en kan beter de 568 gulden die versnelling kost aan wat anders besteden. Gaan we over naar de plus- en de minpunten en dan eerst weer die minpunten. De Escort is rumoerig bij hoge toerentallen. De trekkracht in de 5e versnelling is gering en de wagen heeft een vrij korte vering. En dan de pluspunten. De Escort heeft goede rij-eigenschappen, veel binnenruimte, hij is vlot handelbaar en hij heeft handige gebruiksmogelijkheden. Het volledige testrapport van de Ford Escort Bravo, die u zojuist over uw scherm zag wegrijden, kunt u vinden in de Autokampioen van deze week. Koning, klant. Ook voor deze uitzending hebben wij weer gewinkeld. En omdat Unox ons beloofde dat smak smaakt, kochten we een blikje van de vleeskenners van huis uit. Voor het eerste blikje betaalden we 1,99 gulden. Een winkel verder waren wij er 2,60 gulden voor kwijt. Dat is een verschil van 61 cent, ofwel van ruim 30%. En prijsbewust winkelen blijft dus de moeite waard. Dat doen wij weer vandaag over 14 dagen op maandag 3 mei. Graag tot dan.